Een tweedaags academisch seminar over de Sustainable Development Goals, SDGs, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen, is vanmorgen gestart in de ballroom van Hotel Torarica. Het Instituut voor Internationale Relaties, IIR, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft in samenwerking met de United Nations Development Program, UNDP, dit regionaal seminar georganiseerd. De titel is Academic Discourse on Opportunities and Challenges for Small States in Achieving the Sustainable Development Goals, SDGs. Tijdens het seminar zijn er verschillende papers gepresenteerd door wetenschappers afkomstig van Cuba, Trinidad en Tobago, Guyana, Brazilië en Suriname. Volgens Harold Koolader, voorzitter van het IIR, zijn er ook papers gepresenteerd over de Sustainable Development Goals. Het doel is dat academici met elkaar van gedachten wisselen over de mogelijkheden, de kansen, de obstakels die er zijn bij het uitvoeren. En vanuit iedereen geeft vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn wetenschappelijk kader. Het is een forum waarbij de academici met elkaar discussiëren. Niet alleen academici, maar ook beleidsmakers en verschillende belangstellenden die kunnen discussiëren. En zo een stukje awareness kweken over die Sustainable Development Goals. Koolader geeft verder aan dat een ieder op de hoogte moet zijn van de Sustainable Development Goals. Het betreft namelijk het welzijn en welvaart van de mens. Daarom is het goed dat men zich bewust is van deze doelstellingen. Ik ga nog aanhalen dat de uitvoering en het denken over die doelstellingen is een gezamenlijke activiteit. Betrekt iedereen, universiteit, de man in de straat, wat we noemen local communities en academici. Dus eigenlijk is het een joint effort. En dat is belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte is en naar streeft om toch wel een bijdrage te leveren. Harold Koolader is voorzitter van het Instituut van Internationale Betrekkingen, IIR. Vandaag bij de opening van het tweedaags seminar over de Sustainable Development Goals, SDGs, in de ballroom van Hotel Torarica.